Tegenwoordig heb je stoffen in het water zitten waarvan we niet zo goed of enigszins een beeld hebben van wat het op langere termijn met de volksgezondheid doet. NWO domein TTW financiert alleen excellent wetenschap. En de 5 projecten die hier uit naar voren zijn gekomen, die zijn gedestilleerd uit een in eerste instantie 23-tal. Dus we kunnen deze wel beschouwen als grensverleggende, excellente onderzoeken. Goedemorgen allemaal, we zijn compleet. Ik ben Stefan Jongerius, sinds 2011 program officer bij... We zijn hier bij NWO domein TTW, dat staat voor Technische en Toegepaste Wetenschappen. En we zijn hier vandaag voor de kick-off bijeenkomst van het KEK Partnership Programma. KEK Partnership Programma is een samenwerking tussen een aantal organisaties dat een budget heeft gerealiseerd. De samenwerkende organisaties zijn KWR, STOA, TKI Water en NWO domein TTW. Om projecten te honoreren dat zich bezighoudt met het zuiveren van water. Nou, mijn naam is Joost Boeren. Ik ben plaatsvervangend directeur van KWR. Daarnaast doe ik nog een paar andere dingen. En één daarvan is dat ik bestuurslid ben van TKI Watertechnologie, onderdeel van de topsector water. En daar is eigenlijk ook het idee rondom het KEK Partnership, de Compounds of Emerging Concern, is daar geboren. Bij KEK praat je over stoffen die in relatief lage concentraties voorkomen in afvalwatersystemen. Doorgaans in een hele ingewikkelde matrix. Nou, dat is een lastige klus voor analytici. Vandaar heeft NWO TTW ons ook gevraagd om te helpen in de kwaliteitsborging van al die analyse. Als je bedenkt dat bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen gemaakt zijn met een specifiek doel, met een specifiek werkingsmechanisme, en dat werkingsmechanisme ook nog geldt in het oppervlaktewater, is het heel aannemelijk om te denken dat ze schadelijke effecten hebben in het oppervlaktewater. Maar helemaal zeker weten doen we dat nog niet. Er zijn een aantal projecten die kijken naar de zuiveringsmogelijkheden, de mogelijkheden van het verwijderen van die stoffen uit in de waterzuivering. En er zijn een aantal projecten die kijken ook naar, als het dan door de zuivering heen komt, wat zijn dan de effecten op flora en fauna in het sloot- en kanaalleven. Dus we hebben een drietal onderzoeksthema's zoals dat opgesteld is in de call. Het eerste thema is dus eigenlijk gericht op wat zit er in het water. Het tweede thema is hoe halen we het eruit. En het derde thema is van wanneer nemen we welke beslissingen op welke momenten. Heel belangrijk is dat de onderzoeksresultaten ontsloten worden in de vorm waarin ze kunnen worden opgenomen door de Nederlandse waterbeheerders. Dat betekent dat ze heel praktisch van aard moeten zijn. We hebben vanuit de STOA een aantal instrumenten al ontwikkeld die hier heel nauw aan verwant zijn. En daar is men inmiddels in gewend geraakt. En het zou heel mooi zijn als de onderzoeksresultaten eigenlijk meegenomen worden in dat wat ze al kennen. En dat geldt dan voor de effectmonitoring op oppervlaktewater. Voor de onderzoeksresultaten op het gebied van waterzuivering is het belangrijk dat er heel nauw contact is met de mensen die waterzuiveringen bedienen. Dat dus echt heel nauw contact is met de mensen die al met deze materie geconfronteerd worden in de praktijk. Dus het is echt het versterken van de wetenschappelijke basis onder de maatregelen die we nu al ingezet hebben. Ik ben er zeker van dat we componenten gaan tegenkomen waarvan we zeggen van hé, dat zit er ook in en dat is eigenlijk niet wenselijk.